VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics en B. Benders. Goedenavond, leuk dat u kijkt naar een nieuwe aflevering van VVV TV. Afgelopen vrijdag wist VVV Venlo met 1-2 te winnen bij NAC Breda. We vroegen aan de trainer Rick Kruis hoe hij terugblikt op de wedstrijd. Rick, een goed resultaat. We hadden best wel wat kansen, misschien ook wel wat meer goals in gezeten. Ja, eigenlijk wat je zegt. Ik ben wel blij met het veldspel. Ik ben ook blij met de kansen die we gecreëerd hebben. Alleen hadden we de wedstrijd natuurlijk eerder in het slot moeten gooien. Dus dat is het enige eigenlijk. En een basisdebuut van Yasser, hoe kijk je daarop terug? Ja, met een goed gevoel. De jongen heeft het goed gedaan. De jongen was gevaarlijk, een goede assist. Alleen rondom die wissel tussen minuut 50 en 60 raakte het pijpje bij hem leeg. En we hebben natuurlijk met Tijmen ook nog een hele goede vervanger. Dat is ook een beetje de kracht van het elftal natuurlijk. Kun je de doelpunten eens omschrijven? Nou, eerst was een bal die begon bij Simon, de diepte van Yasser. Legde hem goed terug en Daan werkte hem op een geweldige manier af. Tweede is een individuele actie van Tijmen aan de linkerkant. Trekt hem voor waar Mitchell met veel power in komt. Sven die daar voor stress zorgt. Ja, Mitchell die raakt hem nog aan. Kalle is bijgesloten en die schiet hem goed in. Dus we kunnen eigenlijk zeggen dat de wissels goed hebben uitgepakt. Ja, maar dat heeft ook mee te maken dat iedereen het elftal graag wil. En dat als we wisselen dat we er niet per se minder op worden. En dat het ons juist extra energie geeft in wedstrijden. Mm-hmm. NAC kreeg wel een aantal kansen en scoort uit een hoekschop uiteindelijk. Kijk je daarop terug? Kun je daar nog iets aan verbeteren? En zo'n moment? Ja, natuurlijk zijn er dingen die we moeten verbeteren. Alleen vond ik overal dat we vrij weinig weg hebben gegeven. Ik vind gewoon dat de verdediging het behoorlijk goed doet en solide speelt. Maar goed, er zijn altijd kleine dingen die je kunt verbeteren. En zo'n situatie van de corner ook. De bal valt weliswaar verkeerd, maar misschien kunnen we nog het iets beter doen om het uiteindelijk wel te kunnen voorkomen. Ja, daar gaan we de hele week mee aan de gang. Komende vrijdag, de Limburgse derby. Heb je een beetje spanning? Tuurlijk, maar gezonde spanning, omdat ik het juist leuk vind. We hebben een vol uitvak, dus de wedstrijd die leeft enorm. En we gaan daar met een goed gevoel naartoe en we gaan er naartoe om 3 punten te pakken. Afgelopen maandagavond vond de tweede supportersavond van het seizoen plaats. Zo'n 80 supporters waren aanwezig in het Cofebo Stadion De Koel. En in ieder geval namens VV Venlo van harte welkom bij de tweede supportersavond. De luisterinstallatie is natuurlijk voor veel supporters een doel en de hoop voor onze organisatie. Om het toch een soort statement te maken in Limburg. Dat zou heel mooi zijn. Dat zou heel mooi zijn. Dat zou een applaus zijn. Je wordt tot laat in de avond word je nog bestookt met allerlei pareltjes, want dat alle agenten die en spelers aanbieden die denken dat ze de nieuwe Messi hebben voor ons, zeg maar. Dus centrale verdediger Rick Ketting is inmiddels niet meer weg te denken uit de basiself van VVV Venlo. We namen de tijd om met Ketting een uitgebreid interview te doen. Ja, het is natuurlijk mooi dat als je hier als nieuwe speler komt, dat je direct vanaf het begin alles meespeelt. Ik ben ook wel tevreden met hoe het is gegaan. Natuurlijk zijn er wel punten die nog verbeterd kunnen worden, maar ja, je bent weggegaan uit Nederland en 3,5 jaar ergens anders geweest. En dan kom je terug en dan is het toch even kijken van hoe ga je dit doen. Maar ik ben heel erg tevreden en ik heb eigenlijk ook wel positieve reacties gehad. Dus, ik heb het naar mijn zin. En naast zo'n wedstrijd, als je daar in een stadion met 18.000 mensen wint, wat gaat er dan door je heen? Ja, dan voel je gewoon waarom je voetbalt eigenlijk. Dat is misschien een beetje cliché, maar dat is gewoon lekker toch? Dat je daar mag voetballen en dat de 18.000 mensen op de tribune aan het toejuichen zijn. Of daar dan niet natuurlijk, maar in ieder geval die een hoop kabaal maken. En in Finland was dat wel een stukje minder. Daar waren gewoon minder supporters. Maar
NAC is natuurlijk ook wel of Breda is wel een uiterste daarin, maar ja, het is wel fantastisch helemaal als je wint. Ja. Dan een aanloop naar komende week. Roda, leeft dat extra bij jou? Extra spanning? Nou, ik ben niet uit deze streek natuurlijk, dus ik heb dat niet meegekregen vanuit vroeger of ja, vanuit de jeugdopleiding bijvoorbeeld. Maar goed, ik heb nog nooit meegemaakt dat je terugkomt met de bus en dat je niet naar het stadion kan omdat de supporters van de club van volgende week je opstaan te wachten. Dus dat zegt wel iets dat het leeft. En ik denk ook gewoon het proces waar we in bezig zijn en de stand op de ranglijst en ja, de hele situatie waar wij als club in zitten op dit moment, dat het gewoon een hartstikke mooie wedstrijd is. Dus ja, het leeft wel degelijk. Ja, we hebben nu 9 wedstrijden erop zitten. Ja. Kijk je daarop terug? Ja, fantastische start. Voetballen misschien niet altijd even goed, maar we pakten veel punten. Ik denk dat we ondertussen ook aan het voetballende gedeelte aan het werken zijn. En ja, ik denk dat we er gewoon hartstikke goed voor staan. Natuurlijk zijn genoeg dingen die beter kunnen, maar ja, ik denk dat we trots op kunnen zijn wat we neer hebben gezet. En dat we hongerig moeten zijn voor de komende weken. Je bent nu 2,5 maanden in Venlo. Hoe bevalt het? Ja, goed. Ik heb het gewoon hartstikke naar mijn zin. De club heeft me hartstikke goed opgevangen. Ik heb het al zo vaak gezegd, maar ik ga het gewoon weer zeggen. Ik heb het gewoon hartstikke goed. Leuke gasten in het team en ik heb gewoon veel plezier. Het is gewoon leuk als je op de club bent. Spendeer je best wel wat tijd ook naast het trainen, met ontbijt, met de lunch, video, beelden. Soms hebben we dubbele training, dus je bent veel met die gasten natuurlijk. Ja, dan is het fijn als je het naar je zin hebt. En ik denk dat we een hele leuke groep hebben. Ik denk dat er hard gewerkt wordt op het veld. Maar dat er ook gewoon een goede balans is tussen hard werken en plezier, dat maakt het gewoon hartstikke mooi. Ja, en als je dat wat je net omschreven eens vergelijkt met in Finland, hoe heb je dat daar ervaren? Zitten daar grote verschillen in? Sowieso de taal. Heel veel grapjes heb ik gemist daar zo, omdat het in Fins werden verteld. En dan hoorde ik die gasten lachen en dan moest ik vragen van wat werd er gezegd. En dan krijg je het wel mee, maar dan is het moment al een beetje weg natuurlijk. Hier zo continu alleen maar grapjes, dus dat is wel hartstikke mooi. Andere kant is wel dat in Finland woonden alle jongens binnen 5 tot 10 minuten van elkaar. Dus de afstand naar elkaar was wat korter. Dus als je een keer een middagje vrij was, of dan deed je al vaak even een koffietje samen of eventjes. En nu hebben we gasten die wonen op een uur rijden of op een half uur. En dat is wel iets anders, maar ik heb het, ik ga het weer zeggen, ik heb het gewoon naar mijn zin. Het zijn topgasten, dus ja. Ja, maar volgens mij ben je ook een beetje de feestmaker van de groep, of niet? Feestmaker? Ja. Zo, hier thuis tegen Jong Utrecht had je meteen de vlag in de hand. Ja. Ja, mijn vader die vond dat ik een beetje als een clown erbij stond. Maar is toch mooi. Die wedstrijd wonnen we in de laatste minuut, was die, ja. En dan is het gewoon leuk dat je het kan vieren met het publiek. En ik vind het ook leuk dat het publiek er dan achter blijft staan. En ja, die ontlading dat je dan in de laatste minuut scoort. En dan maken we gewoon met z'n allen een feestje van. En dan genieten we. En dan de maandag erop beginnen we weer opnieuw. En dan proberen we het weer. En zo zitten we erin. En zoals ik zei, ik denk dat we op dit moment trots kunnen zijn op wat we hebben neergezet. En dat er gewoon nog heel veel is om voor te vechten. En ik hoop nog meer mooie feestjes te kunnen maken in het stadion. Ketting volgt naast zijn werk als profvoetballer bij VVV een studie psychologie. Dit is volgens Rick goed te combineren. Je hebt als voetballer naast het voetbal heb je best wel veel tijd, zeg maar. Maar je kan dan niet in de stad gaan hangen of zo. En ik ben ook niet van het PlayStation of andere games spelen, vind ik niet zo. Dus ik ben heel lang geleden studie begonnen en ik doe het aan de Open Universiteit. En die hebben me altijd de vrijheid gegeven om het in te plannen wanneer ik kon. En ja, daardoor heeft dat altijd wel gewerkt. En hoe dichter je bij het einde komt, hoe makkelijker het wordt. En ja, nu is het wel even doorzetten tot en met maart. Maar dan ben je ook klaar en dan heb je ook wat. En vanaf daar kijk ik wel weer verder. Wat is je doel bij VVV Venlo? Ja, promoveren. Ja, dat, ik heb hier voor 3 jaar getekend. Denk je dat het kan, dit seizoen? Dit seizoen? Ja, dat kan altijd. Ja, ik zat vanochtend op de fietste ik hier naartoe. En toen dacht ik aan de wedstrijd van afgelopen vrijdag.
NAC is gewoon een goed team, grote club. Dan speel je daar uit. Dan kan je niet zomaar verwachten dat je daar wint. Maar toen wij daar speelden, had ik wel het gevoel van... Ja, wij zijn gewoon een goed team en we kunnen wat neerzetten. En ook de wedstrijden die we hebben verloren. We hebben 2 wedstrijden verloren, geloof ik. Tegen Zwolle hier en tegen Heracles. Ja, Heracles ga je er 5-3 af. Dat is niet goed. Dan krijg je te veel doelpunten tegen. Maar toch zie ik dan in de wedstrijd wel momenten en genoeg lichtpuntjes waarvan ik denk, ja, als we hiermee verder gaan en als we de dingen die we moeten verbeteren ook verbeteren, dan kan je gewoon echt een leuk seizoen draaien. En dan kan je ook wat neerzetten. Dan kan je meedoen om te prijzen. Maar ja, dan moeten we dat wel laten zien natuurlijk. En ja, ik hoop dat we die omslag, of in ieder geval dat we met dat proces dusdanig verder kunnen en ons kunnen ontwikkelen als team, dat we ja, daar naartoe kunnen groeien. Dat zou wel mooi zijn natuurlijk. Ja. Dit was VVV TV voor vanavond. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot volgende week. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics en B. Benders.